Goedemiddag dames en heren, woensdag 14 juli. We hebben het weer overleefd op de helft van de week. Ik ben Axel van BTC Direct. Samen met jou gaan wij heel snel kijken naar de allerlaatste nieuwtjes op de gebieden crypto. Daar laten we niet bij, ook natuurlijk nog economie. En we gaan het allemaal weer afsluiten met een fijne technische analyse voor de koersontwikkeling van Bitcoin. Wat hebben we daarvan gezien? Wat mogen we daar misschien wel van gaan verwachten? Het komt vandaag allemaal voorbij. Maar we gaan natuurlijk van start met dat allerlaatste nieuws. En in ieder geval het volgende waar we het vandaag over gaan hebben. De Britse politie die neemt een record hoeveelheid crypto in beslag bij een onderzoek naar een grote witwasoperatie. Brazilië biedt vanaf nu naast een Bitcoin ETF ook een Ethereum ETF aan. Willy Wood's top cap model, is dat nog steeds actueel? Hij vindt zelf van wel en je hoort ook van hem wat hij denkt dat die top gaat zijn. Satoshi era bitcoins, na bijna 10 jaar zijn die voor het eerst weer verplaatst. En Europese Binance klanten, die kunnen daar voorlopig geen geld meer opnemen. En daar gaan we het zo meteen over hebben, maar eerst eventjes kijken naar die hele oude coins uit het Satoshi tijdperk, zou je kunnen zeggen, die na een kleine 10 jaar weer zijn verplaatst. Zo af en toe dat weer eens gebeurt, dat er zo'n adres ontwaakt. Een adres uit echt die beginperiode van Bitcoin, uit die begindagen. De meest recente grote oude adressen die weer het levenslicht zagen, dat was afgelopen februari en maart. In februari nog werden zo'n 5000 Bitcoin ter waarde van maar liefst $280 miljoen verplaatst. Uit een wallet uit 2014 was dat. Iets later in maart werden er nog eens bijna 2000 bitcoin uit een hele oude wallet verplaatst. Maar gisteren was er weer zoiets gaande en dit is nog ouder. Deze keer wel van een iets kleinere omvang, maar nog steeds zeker de moeite waard. Namelijk zo'n 740 bitcoin ter waarde van toch bijna $25 miljoen. Die dus werd verplaatst vanuit een adres dat voor het laatst bijna 10 jaar geleden bitcoin heeft verstuurd. Will Alert, die houdt het natuurlijk allemaal scherp in de gaten. Die lieten dat weten door middel van deze tweet. Maar als wij bijvoorbeeld even gaan kijken op blockchain.com naar de verdere informatie, staat er nog het een en ander interessants tussen. Totaal bevatte dit adres overigens 791 bitcoin. Nou, een groot deel daarvan is nu dus eindelijk, zou je kunnen zeggen, verstuurd. En het mooiste, die waarde, die $25 miljoen die is verstuurd, heeft zoals je hier ziet aan fees slechts $0,08 gekost. Ja, goedkoper kan het bijna niet. Het is echt een hartstikke mooie prestatie natuurlijk dat het op dit moment gewoon mogelijk is. Nou goed, dat is in ieder geval een van de leuke details die je hier op blockchain.com kunt gaan terugvinden. Maar iets nog moois misschien wel, als we even gaan kijken naar de waarde toen die bitcoins die wallet invloeiden. Dan moeten we dus helemaal terug naar ongeveer 2012. In die periode zijn die bitcoins deze wallet binnengevloeid. En als we even snel gaan kijken naar die periode, hier kijk je zo naar 2012. Ja, dan had je inderdaad te maken met een enorme bitcoinwaarde van nog geen $5 per stuk. Dus iemand heeft hier hele goede zaken gedaan. Door van goede zaken naar belangrijke zaken, namelijk Binance, waar toch echt wel steeds meer lijkt te gaan rommelen. In ieder geval de Europese tak daarvan. Het gebruik voor Europese klanten met name, dat dus steeds wat lastiger wordt. Want Britse en Europese gebruikers van de grootste exchange ter wereld, daar hebben we het natuurlijk wel over, Binance dus, die kunnen momenteel geen geld meer opnemen. In ieder geval niet in Britse ponden en ook niet per bankoverschrijving. Die mogelijkheden hebben we op dit moment dus niet meer. Dat laat het bedrijf in ieder geval weten per mail aan alle klanten die hier last van hebben. Alle Europese en Britse klanten dus. De reden daarvoor, waar zij het in ieder geval op toeleggen, is het volgende: problemen met het Faster Payments Netwerk, het FPN. En die problemen die begonnen ongeveer vorige maand al op te borrelen. Dat was het moment dat Binance op de vingers werd getikt door de Britse financiële waakhond. Die waarschuwing had in de eerste instantie betrekking eigenlijk op alleen maar bepaalde derivatenproducten van Binance, die zij ook nog via gescheiden entiteiten aanboden. Op dat moment leek er dus nog niet zoveel aan de hand. Maar een ander gevolg van deze waarschuwing was dat verschillende financiële instellingen uit de UK zelf wel actie begonnen te ondernemen tegen eigenlijk Binance. En dat is precies wat dit nu voor gevolgen heeft. Zowel Barclays als bijvoorbeeld Santander, die zijn onlangs gestopt met het uitvoeren van alle fiat-transacties richting Binance. Nou, vervolgens kwam er nog iets veel ergens bovenop, kun je zeggen. Namelijk bekend werd dat Britse Clear Junction geen diensten meer verleent aan Binance. En Clear Junction is een wereldwijde aanbieder van betaaloplossingen.
En een van de oplossingen die zij aanbieden is SEPA. En daar gaat het nu dus ook mis. Als gevolg van de blokkade daar dus, heeft heel Europa nu dus problemen met het storten en opnemen van en naar Binance. In ieder geval dus nogmaals in Britse ponden en als het een bankoverschrijving betreft. Tot nu toe heeft Binance nog geen alternatief of een oplossing geboden hiervoor voor de Europese en Britse klanten. Wel hebben ze per Twitter laten weten dat ze in de basis voorstander zijn van de regulering. Ze zeggen dat is een teken van volwassenheid van de markt aan de ene kant. En aan de andere kant biedt het vertrouwen en veiligheid voor al onze klanten. Dat zien ze dus wel zitten. Oplossing hebben ze nog niet. Wat ze dan wel weer naar buiten brengen is deze toch niet al te serieuze, lijkt het wel, tweet van Changpeng himself. Die zegt, do I look more regulated already? En dan deze keer in plaats van een hoodie een mooi pak aan. Chinese en Europese perikelen laten we achter ons. We gaan even kijken naar Brazilië. Want daar is het vanaf nu mogelijk om naast een Bitcoin ETF ook in een Ethereum ETF te gaan handelen. Hoe kan dat? Nou, de Braziliaanse SEC, het CVM is dat, die heeft hun goedkeuring uitgesproken aan een beursgenoteerd fonds om dat Ethereum ETF dus aan te gaan bieden. En dit is een vervolg op een aantal maanden geleden, want toen kwam de eerste goedkeuring in dat land van een Bitcoin ETF. Nou, het blijkt dus goed bevallen te zijn, want ze mogen deze volgende stap ook gaan zetten. Voor het Ethereum ETF geldt in ieder geval dat dit beheerd gaat worden door QR Asset Management. En het gaat verhandeld worden onder de volgende ticker, QETH11. Dat is dus waarop je hem kunt gaan terugvinden. En dat is een eenvoudige en veilige en gereguleerde optie voor elke belegger, zo noemen ze het zelf, om dus directe blootstelling aan Ethereum te krijgen via, zo zeggen ze het ook zelf, hun favoriete broker in ieder geval. Als we wat verder gaan kijken naar de aankondigingen die zij dus van QR naar buiten hebben gebracht, dan valt er ook nog in te lezen dat de bewaring gaat worden verzorgd door Gemini. De Amerikaanse beurs inderdaad, die eigenaar is van de gebroeders Winklevoss. In Brazilië is overigens niet het enige Amerikaanse land op dit moment met cryptocurrency ETF's. We hebben ook gezien in Canada natuurlijk dat er daar al een aantal sinds begin dit jaar zijn goedgekeurd. Blijft dus ondanks deze goedkeuring nog steeds wachten op de uiteindelijke goedkeuring van een ETF in de Verenigde Staten. Daar zit toch wel het echte grote geld. Maar ja, de SEC heeft tot nu toe eigenlijk alle aanvragen afgewezen. En de laatste pogingen van Egg en Skybridge, die zitten op dit moment weer in de eerste verlenging. Die zijn namelijk uitgesteld. Dus het zal nog wel even gaan duren als er überhaupt ooit een goedkeuring gaat komen daar. In ieder geval kun je vanaf nu dus wel terecht in Brazilië voor je Ethereum ETF's. De koers werkt nog niet echt mee, maar ondertussen houd je natuurlijk toch vele analisten in de markt die alleen maar positiviteit uitstralen. Zo eentje is ook Willy Woo, die was te gast bij Anthony Pompliano. Willy Woo heeft natuurlijk zijn befaamde top cap model en nou is de grote vraag, is dat nog steeds actueel? Hoe denkt hij daar zelf bijvoorbeeld over? Nou, samen met Pompliano en de huisanalist van hem, Will Clementi, hebben ze gekeken naar dus deze indicator, die top cap model van Willy. En ondanks de niet heel erg overtuigende positie op dit moment, in ieder geval voor de prijs van Bitcoin, de afgelopen weken is dat eigenlijk al aan de hand, maakt Woo zich geen enkele zorgen. Dat blijkt in ieder geval dus wel uit de uitspraken die hij hier doet, want volgens hem is het op basis van met name verschillende on-chain data, die hij natuurlijk het liefste gebruikt, gewoon een kwestie van tijd, totdat Bitcoin in de volgende fase van de huidige bullmarkt terechtkomt. En zijn prijsdoel, zodra we die huidige fase dus kunnen gaan bereiken, is ruim $158.000. Zo'n €133.000 overigens. Dat in ieder geval dus gekeken naar dit Bitcoin topmodel. En dat is die bovenste lijn hier die dat dus aangeeft. Die komt dus uiteindelijk uit op die ongeveer op dit moment $158.000. Dit model maakt daarvoor gebruik van verschillende voortschrijdende gemiddeldes. En daaruit kun je dus deze lijnen gaan trekken. Die groene die daarvoor het belangrijkste is. Want die geeft de top aan volgens hem. En uiteindelijk houdt hij zelfs nog rekening met veel hogere toppen. Dat is nog een verhoging van dit doel ook. Maar dit is de stand van zaken voor nu in ieder geval. Nou, hoe dat dan kan, vraag je je misschien af. Willy die ziet het als volgt. Hij zegt, we zitten nu in een soort heraccumulatiefase. Te midden van eigenlijk een bullmarkt. Zodra we deze fase achter ons kunnen gaan laten, dan verwacht hij dus weer een nieuwe knal omhoog. En dan gaan we het over dit soort bedragen hebben. Maar hij spreekt hier in diezelfde zin eigenlijk ook nog uit dat hij nog steeds rekening houdt met bedragen van $250.000 tot $350.000 per bitcoin op termijn.
Ja, wanneer ook dat weet, wil ik dan weer niet beantwoorden. Want hij zegt, ja, wanneer deze fase waar we nu dus in zitten is uitgewerkt. Ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet echt zeggen. Hij verwacht dat we daar veel meer over kunnen gaan zeggen. Als we de bewegingen van het vierde kwartaal van dit jaar ingaan. Dan kunnen we daar een veel preciezer beeld van gaan vormen, zegt hij. Maar voor nu de TopCap model verwacht hij dus nog steeds op korte termijn een $158.000 voor Bitcoin. Nou ja, misschien dus hier natuurlijk die dubbele top in die periode 2013 waar we het hier al vaker over hebben gehad. Daar moeten we dan toch wel op gaan hopen. Die de eerste top hebben gezien, wat gaan terugzakken en dan straks gaan toewerken naar die tweede. Blijkt dus ook nog steeds gewoon de hoop en overtuiging van Willy Wu te zijn. Allemaal leuk en aardig natuurlijk, je hoge bedragen. Dan moet je wel zorgen dat je wat crypto achter de hand hebt. En dat plan is een beetje in het water gevallen. In ieder geval bij een Britse oplichtersbende. Want de Britse politie neemt een recordbedrag crypto in beslag. £180 miljoen. Dus dat is maar liefst €210 miljoen. Dit is in beslag genomen in een veel groter onderzoek. Of eigenlijk als een onderdeel binnen een veel groter zoek naar witwassen in het land. En binnen ditzelfde onderzoek zijn er eerder ook al andere grote inbeslagnames gedaan. De grootste, meest recente, eind juni. Toen werd er voor £114 miljoen aan crypto in beslag genomen. Nou, dit komt daar nu dus weer bovenop. En de politie zegt dat de kans groot is dat er de komende maanden nog een keer dergelijke bedragen of nog vaker misschien wel aan crypto in beslag gaan worden genomen. Het onderzoek loopt namelijk nog even en ze hebben dus nog verschillende aanknopingspunten dat er nog veel meer in omloop is waar ze wellicht ook nog bij kunnen gaan komen. Politie laat verder niet weten welke crypto het betreft, dus dat blijft even gokken. Wel laten ze weten dat er een 39-jarige vrouw is opgepakt die mogelijk het brein is achter deze enorme witwasoperatie. Zij zou daar mogelijk achter zitten. Ze was al gelinkt aan die eerdere inbeslagname van die £114 miljoen. En nu lijkt ze dus ook gelinkt te gaan worden aan deze tweede inbeslagname en mogelijk dus aan de complete zaak. Niet alleen daar is het aan de hand. Ook in Nederland, weliswaar op veel kleinere schaal, is er vorige week ook nog een bedrag in crypto in beslag genomen. Ik zag al veel kleinere schaal, maar nog steeds een flink bedrag. De politie Midden-Nederland en het OM die hebben namelijk voor ruim €5 miljoen aan crypto in beslag genomen bij een ander soort gelijk onderzoek, dus binnen Nederland. Maar is die gisteren in beslag genomen Britse bitcoin, mogelijk bitcoin, nog steeds zoveel waard als gisteren? Dat gaan we nu bekijken natuurlijk in de koersen. En het slechte nieuws is, nee, het is alweer iets minder waard, want we zien hier namelijk rood. Dat zien we in ieder geval als we gaan kijken naar de koers uitgedrukt in Amerikaanse dollar. De candles om te beginnen op 1 week. En alle informatie afkomstig van Bitstamp. En dan noteren we op dit moment onderaan de streep een min van 4,46% is voor Bitcoin. We hebben deze week zelfs al een laagtepunt gezien van $31.500, iets daarboven. We dakken daarmee dus flink terug. We komen zelfs met die wick kortstondig even onder die 50 weeks moving average uit. De onderste lijn hier natuurlijk, die al eventjes als een support aan het fungeren is, hier op deze grafiek in ieder geval. Tegelijkertijd nog steeds die 21 weeks, eigenlijk de ultieme markering voor een bullmarkt, als je daarboven zit tenminste. Nog steeds heel ver weg lijkt en blijft ook. Nou, die 50 wordt weer opnieuw getart. We zijn dus weer wat verder teruggezakt. Dus ja, de bodem zelfs die we hier deze afgelopen periode hebben gezien. Eigenlijk de $34.000, de bodem van dit zijwaartse kanaal tussen die $34.000 en $40.000, lijken we daarmee op dit moment ook te gaan verliezen. Nou zijn we natuurlijk pas op de helft van deze week. Het zou natuurlijk net zoals de voorgaande weken goed kunnen zijn dat we hier aan de onderkant een wick gaan zien, maar toch wat hoger gaan closen. Dat valt te hopen. Het valt in ieder geval, als we dan maar even het gisteren besproken plaatje er ook bij gaan betrekken, mogelijk in de lijn van de tweede dip hier van die Wyckoff-beweging. Dan zou het dus prettig zijn als we het daarbij gaan laten en daarna die grote beweging omhoog kunnen gaan inzetten. Maar goed, dat is natuurlijk weer voor later. We gaan eerst eventjes inzoomen naar de dagcandles. Wat kunnen we daarin gaan ontdekken? Eigenlijk dat we hier de laatste periode een soort vernauwde band hebben gezien. Dus ja, niet langer tussen de 34.000, wat hier nu een beetje de top aan het geven is, en die 40.000. Nee, we hebben met een kleinere band te maken. Die ligt ongeveer tussen de 31.500. Die zouden we hieronder ook al kunnen gaan trekken in ieder geval. Als we gaan kijken naar de bodies van deze candles, 31.500 dus. En ja, zo'n $36.000, want daar hebben we hier een aantal keer nog naartoe gepiekt. Maar die vernauwde band waar dat we op dit moment op de dagcandles in ieder geval in aan het bewegen zijn. De beweging wordt dus wat kleiner, maar met name vervelend is dat natuurlijk. En wordt steeds meer aan de onderkant van die $34.000.
weten hier een paar keer bovenuit te piepen, maar dat blijkt toch steeds lastiger. Nou zijn we op dit moment vandaag dus, zoals je ziet, ook weer wat verder aan het afzakken. Wel hebben we hier op deze dagkandel nog een lange wick aan de onderkant. Er is dus toch nog wat power naar onder te vinden, in ieder geval wat koopkracht in de markt. Om het weer terug te duwen naar boven de $32.500. Nou ja, hier hebben we natuurlijk de eerste dip van de Wyckoff gezien. Zou dit dan de tweede kunnen gaan inluiden? Daarna heel snel omhoog. Laten we dat in ieder geval gaan hopen. We kunnen, om het plaatje nog wat completer te gaan maken, nog iets verder gaan inzoomen. We gaan hier nu kijken naar de 1 uur candles. Daar hebben wij het volgende gezien vandaag hier, dat we een flinke tik ineens naar beneden zien. Nadat we hier ongeveer op die 32,5 ja, zijn afgewezen. Daar zijn we weer omhoog aan het bewegen, net zoals hier en hier. Beter we er bovenuit te pieken. Wordt hier meteen de kop ingedrukt. We zakken flink terug. We komen hier uiteindelijk rondom die 31,5 dus uit. Die nieuwe onderkant van dat nieuwe vernauwde kanaal, kun je zeggen. Nou, daar blijven we even bewegen. We zakken hier kortstondig nog wat verder terug. Maar dan zit de power omhoog er in ieder geval weer heel snel in. Heeft mogelijk te maken met een RSI. Waarop ook een divergentie zichtbaar was op deze hele korte termijn. Die liep op. Nou, hier werden de dalen steeds dieper. En uiteindelijk zien we vanuit daar genoeg power omhoog om weer terug naar die $32.500 niveau te gaan. De weg lijkt nu verder te zijn ingezet. En dat is prettig, want we hopen natuurlijk iedere dag weer op het bullish scenario hier. En daarvoor ja, hebben we een aantal zaken te doen. Een aantal daarvan hebben we al afgetikt. Zoals het houden van die 31,5 hier. Die ultieme support aan de onderkant. Nou, dat is gelukt. Vanuit daar 32,5 die vast gaan houden. Nou, dat leek hier nog even spannend worden teruggedrukt. Maar nu weten we in één klap de power te vinden in de markt. De buyers die zijn sterk aan het kopen. Die weten ons daar doorheen te drukken. En komen we dus ook boven die lijn terecht. Nou, die resistance overwonnen. Vanuit daar zou natuurlijk de ideale opgave zijn om terug te gaan naar het gebied van zo'n $34.000. Nogmaals, we kijken nu op de uurcandles, dus we mogen wel wat verder uitzoomen. Dan gaan we hier, hebben we een aantal keer daar een resistance ervaren, totdat we er even bovenuit wisten te komen. Nou, die resistance zullen we nu ongetwijfeld ook weer tegen gaan komen. Maar dat is het gebied waar dat we vanaf hier eigenlijk naartoe op willen klimmen. Dan weer in die 34 tot 40k zone terecht te komen. Vanuit daar, ja, je weet het, willen we natuurlijk naar die 40. Daartussen zal de 38 nog een stevige resistance vormen. Maar eerst moeten we daar dan eens in terug zien te komen in dat hele bereik. Nou, dit ziet er voor nu goed uit. In ieder geval op dit kleine plaatje. Het kan natuurlijk altijd nog verkeren. De basis daarvan zou liggen als we hier waren afgewezen of gaan terugzakken onder die 32,5. Het is mogelijk dat we opnieuw snel een test gaan doen. Net zo snel als hier zou zomaar kunnen op die 31,5. Ja, en daaronder moeten we natuurlijk weer gaan kijken naar een bedrag van zo'n $30.000. Als we die hier niet weten te gaan houden, dan ben je voor je het weet, voordat je met je ogen hebt geknipt, weer terug op dat niveau. Dat zou natuurlijk de bearish uitwerking zijn. Dus op deze halvering van de week, deze woensdag, noteren we onderaan de streep voor deze dag in ieder geval nog een minnetje. Maar de beweging omhoog op het kleinere plaatje is weer ingezet. Dus laten we hopen dat we die gewoon kunnen gaan volhouden tot de video van morgen. En dat we dan alleen nog maar goed nieuws hebben. Dan gaan we in ieder geval donderdag morgen dus gewoon weer samen naar kijken. Behalve die TA, de prijsontwikkeling dus van Bitcoin, gaan we dan ook kijken naar het laatste nieuws. Wil je dat gewoon iedere dag als allereerste meekrijgen? Dat kan, dat is super gemakkelijk zelfs. Subscribe jezelf op dit kanaal, dan is dat geregeld. En als je dit een toffe video vond, mag je natuurlijk altijd een duimpje achterlaten. Daar zijn we heel erg blij mee. Hoe dan ook, geniet van deze woensdagavond. Ik hoop je morgen hier weer terug te zien. Gaan wij dit samen gewoon weer voortzetten. Dus tot dan weer. Doeg!